Hey, dit is Matthijs van Mannenbrein en in deze video ga ik je 7 vragen geven waarmee jij iemand beter leert kennen. Ik kan die vragen gebruiken of je nou op een eerste date zit, al een langere periode met iemand aan het daten bent of zelfs al in een relatie zit. En de hele vaardigheid van iemand goed leren kennen, dat draait er heel vaak om dat je een connectie met iemand krijgt. Dat je goed weet uit te testen of iemand echt bij jou past. En dat is iets wat je niet alleen in je dating, in je romantische leven gebruikt, maar dat kan je overal gebruiken met elke persoon die je ontmoet. En je zal merken dat als jij deze vaardigheid goed in de vingers krijgt, dat je leven opeens een stuk leuker kan worden, omdat je met iedereen mooie momentjes kan beleven. Nu, ik raad je aan om deze 7 vragen te gebruiken in real life gesprekken. Dus als je echt face-to-face met iemand bent en ze niet per se op WhatsApp te gebruiken. Je kan ze op WhatsApp gebruiken, af en toe. En je kan ook de principes die ik in deze video ga bespreken gebruiken op WhatsApp. Maar WhatsApp wil je liever niet te veel gebruiken om een connectie met iemand op te bouwen. Het is veel beter om het contact daar leuk, fun en speels te houden. En gewoon toe te werken naar het volgende moment dat je elkaar ziet. Met af en toe kleine spikes, waardoor je nog aan elkaar blijft denken. En je nog steeds verbonden voelt met elkaar. Als je meer wilt weten over hoe je WhatsApp precies wilt gebruiken tijdens het daten en tijdens relaties en noem maar op, raad ik je aan om eventjes hier te klikken. Ik heb daar namelijk een aparte video over gemaakt. Voor nu is het heel belangrijk dat ik je niet alleen 7 vragen ga geven, maar ik ga ze ook met je ontleden, zodat je de principes begrijpt en ook met je eigen vragen op de proppen kunt komen. Want er is nogal een raar beeld over gespreksonderwerpen en hoe je iemand nou precies beter leert kennen in de mainstream datingadvieswereld. Er zijn mensen die het volgende zeggen. Je moet niet over bepaalde onderwerpen praten zoals werk, want dat is saai. Ja, er zit een kern van waarheid in die boodschap, maar het klopt niet helemaal. Waar het veel meer om gaat, is dat veel mensen vervallen in vaste patronen waarmee ze communiceren, die heel saai zijn. Patronen zoals dit. Wat voor werk doe je eigenlijk? Ik ben chefkok. Oh, dan kun je vast lekker koken. Ja. Ja. Dit zijn inderdaad saaie gesprekken. Maar het komt niet per se door het onderwerp dat die persoon aansnijdt, zodat ik zo dadelijk laten zien. Het gaat er veel meer om dat dit een vast patroon is met hele voorspelbare reacties. En daar wil je uitbreken. Want je kan in principe over alles praten en alles interessant maken. Maar wat veel mensen doen, is dat ze het eng vinden om uit zo'n standaard gesprekje te breken en zichzelf echt te laten zien. Waardoor ze van die sociaal wenselijke antwoorden blijven geven en niet het achterste van hun tong laten zien. En een hele goede manier en een goede mindset om aan te nemen om uit deze patronen te breken, is nieuwsgierigheid. Echt kijken wat jouw gevoel zegt. En focus op, oké, hoe kan ik dit moment tussen ons, deze situatie, dit gesprek zo leuk mogelijk maken voor ons beiden. En dat houdt ook af en toe in dat je een risico neemt en een vraag stelt waar je niet van weet of die andere persoon het leuk gaat vinden. Maar als jij het oont en je neemt er eigenschap over, zou je zien dat mensen het vaak bij zichzelf denken, een soort wakker geschud worden en bij zichzelf denken van, wauw, deze persoon die stelt mij vragen die me aan het denken zetten, die een nieuwe kijk op de wereld geven en die dit gesprek naar een nieuw niveau tillen. Maar daar is het dus wel voor nodig dat jij die vaste patronen durft te doorbreken. En dat brengt me direct bij de allereerste vraag. En die eerste vraag is, heb je altijd al geweten dat je X wilde worden? Bij die X vul je dan die persoons beroep in. Als je kijkt naar het voorbeeld dat ik je gaf van een zijpatroon waarbij een man vertelde dat hij chefkok is, dan is het feit dat hij chefkok is semi-interessant. Het is best leuk en daar kan je iets op reageren van, oh, dan kan je vast lekker koken. En dat is helemaal niet heel erg als je dit af en toe doet, zulke reacties geeft. Niet alles hoeft super epic en amazing te zijn. Maar stel dat je nou wilt oefenen om iemand beter te leren kennen, echt een connectie te maken met iemand, dan kan je deze vraag aan hem stellen. Omdat er soms een heel interessant verhaal zit achter de reden dat iemand een bepaald beroep is gaan uitoefenen. Of een bepaalde passie heeft, een hobby heeft, een bepaalde reis heeft gemaakt. En die redenen kan je achterhalen door deze vraag te stellen. Zo heb ik ooit een man bij me gehad op een training en die was chefkok. Wat op zich niet super speciaal is, er zijn er duizenden van in Nederland. Maar toen we aan hem vroegen waarom hij dat deed, kwamen we erachter dat hij uit een heel moeilijk gezin kwam. Waar best wel veel problemen waren. Het was een Italiaans gezin
En voor hem was het moment dat ze met z'n allen bij het avondeten waren, wat in de Italiaanse cultuur toch wel een belangrijk iets is, dat je daar met zijn hele familie zit, dan zorgde zijn vader er altijd voor dat hij lekker gekookt had. En dan waren eigenlijk de problemen eventjes niet voelbaar. Dan was de sfeer gezellig en was alles leuk. En dat heeft zo'n indruk op hem gemaakt dat hij die omgeving en dat moment wilde geven aan andere mensen. En daardoor is hij gaan koken in restaurants, zodat die andere mensen hetzelfde gevoel van kalmte, veiligheid en verbondenheid met hun familie kunnen ervaren. En nu kom je opeens achter allerlei motivaties waarom iemand iets heeft gekozen, maar ook zijn familiesituatie, bepaalde waarden die persoon heeft. Maar er is het dus wel voor nodig dat je durft door te vragen en nieuwsgierig bent naar iemands verhaal. En als je dat doet, zie je dat de meeste mensen een super interessant verhaal hebben. Vraag 2. Volgens mij ben jij het type die X. Dit is een soort statement dat je over iemand maakt. En dat kun je heel goed gebruiken als je het gevoel hebt van, deze persoon is misschien iemand die wel heel erg veel van de natuur houdt, of juist heel erg op bepaalde doelen afgaat en heel veel bereiken in het leven, wat het ook is. Dat vul je dan op die X in. Zo was ik ooit aan het praten met een dame in een kroeg en ik kreeg het gevoel dat ze iemand was die best wel obsessief met iets kon bezig zijn. Dus ik zei tegen haar van, volgens mij heb je bepaalde doelen in het leven en ben je daar heel doelmatig naartoe aan het werken. Bijna een soort obsessie. En haar gezicht veranderde echt en zei van, wauw, ja, dat is exact hoe ik mezelf zie en hoe ik inderdaad in het leven sta. En omdat ik mezelf daar ontzettend in herken, ben vrij obsessief bezig met het hele daten, relaties, datingadvies en alles wat er maar mee te maken heeft. Er gaat geen dag voorbij dat ik daar niet aan denk. Maar omdat ik dat uitsprak, connecten we op het gevoel van een obsessie hebben voor iets en ergens helemaal in op willen gaan. En dat geeft zo'n nieuwe energie aan een gesprek als je een onderwerp hebt waar je echt allebei passie voor hebt. Dat je zelfs in een kroeg, waar een dikke uur alleen maar in onze eigen bubbel over alles wat we wilden bereiken en hoe we dat wilden doen en het pad daar naartoe. Daar waren we helemaal over aan het praten. En zoiets creëren, dat kan je alleen maar doen als je zo'n klein stapje durft te nemen. En als je iets denkt dat de persoon heeft daar een observatie over te maken en te checken of het klopt. Het kan ook niet kloppen, maar is dat weer een interessant gesprek over waarom jij dat dan dacht. En nu heb je het over iemands wensen, iemands dromen, iemands persoonlijkheid ook. Waarom ze bepaalde dingen willen. En dat is zoveel beter dan alleen maar over oppervlakkige dingen praten zoals werk, wat iemand voor studie doet, waar ze wonen. Niet nogmaals dat daar iets mis mee is, die dingen zijn ook interessant om te weten. Maar als je dit er af en toe in je gesprekken kan verwerken, dan zul je merken dat je veel meer energie krijgt uit dat gesprek. Vraag 3. Als je overal ter wereld wakker zou mogen worden, waar zou dat dan zijn? Toen ik deze vraag een goede vriend van mij stelde, toen antwoordde hij dat op het strand in Marokko zou zijn. Waarom? Daar zijn goede golven en hij is gek op surfen en dat is het leven dat hij wil leiden. Grappig genoeg is dat hij, het is een poos geleden dat ik dat hem vroeg, dat hij daadwerkelijk ook naar Marokko is gegaan en naar een surfschool is gestart. Als je de vraag aan mij stelt, word ik gewoon wakker de volgende dag in mijn eigen bed. Ik hou van het leven dat ik hier in Amsterdam heb gecreëerd, waar ik mee bezig ben, de missie waar ik mee bezig ben in mijn leven, dat ik daar elke dag aan kan wijden. Ik word wakker met een glimlach, dus ik hoef niks te veranderen aan mijn leven. Maar door deze vraag te stellen, heb je wel een goed beeld waar iemands leven heen kan gaan en wat iemand op dit moment doormaakt. En of ze misschien wensen hebben om nog ergens naartoe te gaan en dat ze een heel avontuurlijk leven willen gaan leiden. Of dat ze net als ik dat niet per se nastreven en veel meer iets aan het bouwen zijn. En dat geeft je al direct een indicatie ook of jouw visie voor de toekomst een beetje past bij die van hem. Vraag 4. Waar zou je meer van willen doen? Ik hou van deze vraag omdat mensen gelijk gaan vertellen over alle positieve dingen in hun leven die hen energie geeft. Dingen die ze vet vinden. Dingen waar ze zoiets hebben van dat is iets wat het leven voor mij mooier maakt. En dat is een sneaky vraag ook. Want als je deze vraag stelt en je laat het daarna weer een beetje varen, dan kun je ze op vervolgdate meenemen naar iets waar ze meer van zouden willen in hun leven. Stel iemand zegt van ik zou eigenlijk wel meer willen snowboarden. Maar hier in Nederland hebben we nou helemaal geen bergen. Dan kan je die persoon verrassen door naar Snowworld te gaan. Of iemand zegt van, ik zou eigenlijk wel meer willen lezen. Ik zou zo lekker met een koffietje, 's ochtends. Ik maak er eigenlijk nooit tijd voor, maar dat zou ik wel meer willen doen. Dan kan jij een date inplannen waarbij je die persoon meeneemt naar een of andere hele rustige, relaxte koffietent. Met een lekker ontbijtje, waar jullie allebei een boek mee naartoe nemen.
Daarna kun je bespreken wat je gelezen hebt. Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden hiermee. En als jij dit met beide handen aanpakt en die persoon vervolgens verrast door ze ook nog eens mee te nemen naar iets waar ze meer van willen in het leven, dan ben jij een bron van heel veel positiviteit. En dat is super aantrekkelijk. Vraag 5 is, op welke gewoonte ben je het meest trots? Mensen zijn vrij apart. En soms hebben we hele gekke, rare gewoontes waar we misschien zelf niet eens over nagedacht hebben, maar die we wel hebben. En als je dit soort vragen stelt, is het een beetje een luchtige vraag waarbij je soms hele maffe dingen over iemand te weten kan komen. Bijvoorbeeld, misschien zegt die persoon wel van, ja, ik ben trots op het feit dat ik veel tandenstokers gebruik elke ochtend. Dat is een gewoonte die ik mezelf heb aangeleerd. En dan is dat iets grappigs dat je over die persoon weet, wat misschien bijna niemand anders weet. En dan kun je later ook weer op terugkomen door bijvoorbeeld een doosje tandenstokers te kopen, in te pakken, daar een heel grappig cadeautje van te maken. Niet dat dat cadeautje nou zoveel waard is, maar het gaat er veel meer om dat je laat zien dat je kleine dingetjes over elkaar weet, die andere mensen niet weten. En dat creëert een wij-bubbel, wat de band tussen jullie veel specialer maakt. Dus om hem dan zo'n klein cadeautje te geven, of daar later weer een grapje over te maken, laat je zien dat jullie een echte connectie hebben. Vraag 6 is, wat is een van je mooiste herinneringen? Een van de heerlijke dingen van iemand voor het allereerst ontmoeten, is dat je nog niks over die persoon weet en die persoon weet niks over jou. Wat betekent dat je allerlei verhalen met elkaar gaat uitwisselen, die je vrienden al lang zat zijn en al 10 keer hebben gehoord en niet meer willen horen, maar die je nu weer mag gaan herbeleven, al die herinneringen, al die verhalen, en ze gaat vertellen aan een persoon die er ook nog eens geïnteresseerd in is. En dat is een super mooi gevoel. En door deze vraag te stellen, kom je dus in die situatie waarbij jullie allebei aan het delen gaan en dat gevoel gaan krijgen. Dat brengt heel veel energie in een gesprek. Dus stel deze vraag en heb zelf ook wat herinneringen paraat die je zou willen delen en die ook veel energie toevoegen aan het gesprek. Vraag 7 is eigenlijk helemaal geen vraag. Het is een bonusspel dat je kan spelen waarbij je elkaar vragen gaat stellen. Het is heel simpel. Stel omste beurt een vraag aan elkaar en je moet antwoord geven, tenzij je echt denkt van oké, ja, dit vind ik gewoon niet zo'n leuke vraag, het is gevoelig, dan kun je pas zeggen. Je kan met hele verschillende soorten vragen komen. Je kan een beetje boevige vragen stellen, zoals ben je ooit wel eens opgepakt? Wat is iets heel stiekems dat je ooit hebt gedaan? Je kan vragen stellen die een beetje gek zijn, zoals wat is de gekste plek waar je ooit geplast hebt? Of wat dacht je van, ben je ooit naakt geweest in een openbare ruimte? En waarom? Dat is ook altijd wel een mooie vraag daarbij. Het kan ook dingen zijn uit je jeugd, zoals wat was je favoriete cartoon? Of ben je ooit verliefd geweest op je leraar of lerares? En heb je misschien zelfs wel geprobeerd een move te maken, een tekening gemaakt of wat dan ook. Door dit soort vragen kom je vaak bij hele interessante onderwerpen uit en kom je af en toe achter hele gekke dingen van een persoon. Zelfs als je iemand al jaren kent, kan zo'n vraag opeens een herinnering triggeren die persoon waar die al heel lang niet aan gedacht heeft. Wat er opeens uitkomt, waardoor je nog steeds nieuwe dingen over iemand kan leren. Dus zelfs als je al jaren in een relatie zit, is dit nog steeds een ontzettend leuk spel om te doen. Oké. Dit zijn 7 vragen waarmee je iemand beter leert kennen. Maar ga natuurlijk ook lekker je eigen vragen maken. Waar het vooral dus om gaat, is dat je vaste patronen doorbreekt en jezelf nieuwsgierig opstelt. Maar nu zijn er nog veel meer dingen, belangrijkere dingen zelfs, om iemand echt te krijgen en te houden. En daarom heb ik een gratis rapport geschreven waarin ik die dingen benoem. Het rapport heet De 3 schakels van het mannenbrein. Ik vertel je daar precies de vaardigheden waarmee je een man aantrekt, hoe je met hem kan flirten en hoe je ervoor zorgt dat hij gevoelens voor jou gaat ontwikkelen. Maar niet alleen dat, ik vertel je daar ook hoe je jouw waardebesef kan vergroten en versterken. Dat je geen genoegen neemt met situaties waar je eigenlijk een beetje ongelukkig van wordt, maar dat je duidelijke standaarden hebt en jezelf goed voelt, waardoor je durft te gaan voor wat je echt wil, namelijk een liefdevolle relatie waarbij jullie allebei als persoon blijven groeien. Mocht jij geïnteresseerd zijn in die informatie, dan hoef je alleen maar je e-mailadres in te vullen en dan stuur ik dat rapport gratis naar je toe. De link staat hieronder in de beschrijving of je kan gewoon hier klikken en dan ga je namelijk in 1 keer naar de pagina waar je e-mailadres in kan vullen. Dus klik hier, dan zie ik je straks in het rapport. Tot daar!